Deze nieuwsopname die gaat over bespiegelingen over de Bijbel en andere realiteiten. Ik ga hier de tijd voor nemen, want ik wil geen woord verspillen. Ik heb dit niet uitgeschreven van tevoren. En daar gaat het mij ook helemaal niet om. In eerdere uitzendingen heb ik verteld dat de Bijbel begonnen is als een verzameling van pagina's, vellen, handgeschreven of gestempeld. En die circuleerde rondom de Middellandse Zee. Tot in Afrika aan toe, hoor. Egypte, Griekenland. Ook noorden van Italië, bij de Alpen. En het geheim van dat marketing-succes zat hem erin dat het een consensus was. En wij mensen die doen zo graag een ruzie maken en dan gaan we weer uit ons dak en lalalala, ik wil bommen op Irak. Nee, maar ik wil bommen op Syrië. Ja, maar daar hebben we nog geen geld voor. Eerst bommen op Irak. Want dat is ook echt gebeurd, namelijk. Maar dat is niet de bedoeling. Dus daar gaat het niet om. Ja, maar en dan gaan die zeurneuzen over de Bijbel, die beginnen dan weer over het boek Numeri, hoofdstuk 31. Ha, 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 ha. Ja, zo is iedere koe wel een beetje bont. Hè? En trouwens, Numeri is een hartstikke goed boek. By the way. Hebben ze die circulerende geschriften, en die stonden in drie talen. Dat was Hebreeuws, de oudste, zijn dat. En dan heb je Aramees, maar dat is net zoiets als Fries. Te vergelijken met Nederlands of zo. Het is een andere taal, maar de Fries die zegt chis tegen kaas. Nou, het Nieuwe Testament, dat staat in het Grieks. En Grieks was toen een internationale taal. Zoiets als Engels nu. En Grieks is een mooie taal. Latijn wordt niet gewaardeerd. Even door te denderen. Maar mensen die verstand hebben van taal, die hebben respect voor Grieks. Maar Latijn, nee, niet echt hoor. En die Babyloniërs, die zaten toen, die hadden Griekenland verlaten en die zaten in het noorden van Italië. En daar dezelfde heidense, meer goden, la 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 la. En die irriteerden zich dood aan die consensus. Ja, van wat is dat nou? Mensen zitten een beetje gratis en voor niets, zonder dat ze belasting te betalen hebben. Pagina's in de rondte. En wat staat er dan op? Die hebben geld. Uiteindelijk hebben ze geld op tafel gelegd en een concilie belegd. En er zijn al die geschriften zijn in beslag genomen. Ze zeggen de scriptus receptus, dat betekent de ontvangen geschriften. Ja, dat zal ook wel. Maar uiteindelijk was het een inbeslagname. Want het werd allemaal vertaald in het Latijn. En vervolgens kregen wij het centrale boek, dus de grote samenvatting. Die kregen wij niet onder ogen. Nee, dat mocht niet. Nee.
Dat is heel gedoe. Er waren binnen die Babylonische kerk, met dat Latijn. Die mensen die hadden mensen nodig die op een kansel gingen staan. En die dan urbi et orbi gaan lopen brullen in een ruimte met een slechte akoestiek. Want die mensen konden toch geen Latijn verstaan. Dus dan maakt het ook niet uit dat zo'n gebouw een galm heeft van 3 seconden. Ze kennen toch geen Latijn. Scribibuntus, Nucifirius, Erlictus. Ik zeg maar wat, maar dat klinkt toch als Latijn. Hè? Maar die mensen die dat begrepen, dan denk ik aan mensen als Tyndale, Wycliffe, Hus en later Martin Luther. Die begrepen wat er in de Bijbel stond. En die keken naar hun organisatie en zeiden van, mag ik de klokkenluider zijn? Dat heeft Martin Luther heeft moeten vechten voor zijn leven. Vluchten voor zijn leven. Dat was niet makkelijk. En toen kwam dat protestantisme door Martin Luther. Met die boekdrukkunst. Movable type heet het op zijn Engels. Doenke, 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 doenke. Pagina na pagina. En toen kwam het protestantisme omhoog. En in Engeland had je een koning. En die was aangesteld door de paus. Het is al millennia zo dat jij best een koning mag worden. Maar eerst doe je netjes solliciteren bij de Algemene Wereldwijde Organisatie der Koningen. Dat staat namelijk in de Bijbel. De antichrist is de koning der koningen. Dus als je wil weten wie de antichrist is, nou, dan moet je op zoek gaan naar de koning der koningen. Dan moet je even bellen met, hoe heet hij nou tegenwoordig? Je bent zo ingewikkeld, want eerst had je dus Koninginnedag. En dan nu heb je, ja, hij heet dus koning Willem Maxima van Oranje Sorgheta of zo. Je weet niet echt hoe die man in het echt heet, hè? Ik kan wel beweren dat hij Willem van Oranje heet. Maar... Je weet het maar nooit met die lui, hè? Maar ga maar hem even vragen. Een Willem-Alexander die zal dan zeggen van... Nou, ik geef even het woord aan mijn vrouw. Maxima, ja, hij is een beetje dom, want wij moeten altijd naar Rome. Maar die is die vergeten, hè, Willempie? Hey, dat is dan je koning. Hey, de paus is de baas, al heel erg lang. En er zit een hele organisatie achter. En degene die er vooraan staat in een of andere jurk, ja, nee, jongen. Je hebt die paus gehad, die heette Johannes Paulus de Eerste. Die heeft 33 dagen urbi et orbi mogen zeggen. En toen was die zomaar in ene dood. Ja. Gekke. Het is de antichrist. Dat staat in de Bijbel. Ik wist het ook niet. Jarenlang heb ik het boek Openbaring bestudeerd. Wat staat hier nou, hè? Nou, goed, geweldig. Het is het laatste boek van de Bijbel, hè? Dat is Johannes. Die is verbannen. Dat was Socrates, by the way, ook. Alleen Socrates, die zei, fuck you. Dus die bleef in Athene.
Nou, toen moest hij doodgaan. Einde van het drama verhaal. Maar Johannes, die werd verbannen en die dacht van, nou ja, oké, dan maar. Toen is hij daar gaan schrijven. Daar werd het boek Openbaring. Ja. Je kan je voorstellen dat Johannes dit geschreven heeft nadat hij 43 kilo truffels. Ja. Met een beetje LSD erbij. Iets van AZT. Oh nee, dat is geen drug. Nee, dat is wel een drug. Kaliumcyanide. Rare frasen, maar ik begrijp het nou. En Christos komt terug. Daar kan je gif op innemen. Christos komt terug. Dat kan niet anders. Het woord gaat door. En er komt een moment dat mensen respect krijgen voor dit millennia oude boek. Dit is niet The Lord of the Rings die geschreven is door die Russische nietsnut. J.R. Tolkien. Heb je niks beters te verzinnen dan stomme sprookjes bij elkaar te breien? Ja, maar Perry, Lord of the Rings is een groot erfgoed van de Westers-Russische cultuur. En Poetin wordt al zo gepest en jij ook nog J.R. Tolkien pesten. Ja, want dat boek zit helemaal barstens vol met fouten. Om over die film nog maar te zwijgen. Dus even spoiler alert voor degene die Lord of the Rings niet goed hebben gezien. Maar Frodo en de held, die worden weggehaald uit Mordor door hele grote raven. Of haviken, hele grote vogels. Ja, waar waren die vogels op de heenweg? Ha, 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 ha. Nou kijk, die vogels in dat verhaal van J.R. Tolkien, die hadden even geen zin. Want anders zou die roman van J.R. Tolkien, die zou veel te kort zijn. Hey, daar betrap je de Bijbel niet op. No way. Je hebt Bijbelkritieken hoor. Ja, maar hier is dat, hoe klopt dat dan? In het boek Romeinen staat ook zoiets van een overheid, dat is door God gegeven. Daar ga je niet tegen protesteren. En dat klopt. Ja, niet dat de overheid dat er niet over te zeiken valt. Het grote punt is dat wij, daar valt ook over te zeiken, hoor. Ja. Zolang je nog genoeg te zeiken hebt over je buurman. Of die andere klojo van de overkant. Niet zeiken over de overheid. Ja, de Bijbel klopt helemaal. Dat is de consensus. En de King James is een geweldige vertaling. In het Engels. Dan heb je het Hebreeuws, Aramees en Grieks.
is omgezet in Engels. En het is oudbollig, blabla Engels. Maar prima te begrijpen. Kom, ik pak er even een stukje bij. Ja, ik vind het echt prachtig Engels. Hè? Ik ga er even in duiken, hoor. Kijk, nou, een beetje spam gekregen. Maar ik zet jullie ook te spammen met Bijbel voorlezen. Gaan we at random, ja? King James. Wat zullen we pakken? Ik hou van die stukjes met dat schuinschrift erin. En dat je dan het schuinschrift niet voorleest. Nee, geen Oude Testament. Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Nou, even niet hoor. Doen we morgen, ja? Even kijken. Acts, Romans. Ja, ik vind, ja, Romeinen. Dat vind ik toch een mooi boek hoor. Romans. En dan hoofdstuk 12. Ik heb dit al vaker gedaan hoor. Hoofdstuk 12 van Romans. Nou, dan kijken hoe het begint. Even kijken hoor. Want daar waren Romans van. Even kijken bij het eerste hoofdstuk. Misschien staat er dan een intro bij of zo. Oh, dat is van Paulus. Oh, man. Hey, dit heb ik dus echt niet voorbereid. Ah, het is van Paulus. Daarvoor heette die Saul. Of Saulus. En die vervolgde Joden. Als ik dit wil voorlezen. Het is echt wel leuk. Kom op. Wat zit ik nou? Romeinen hoofdstuk 1. Oké. Okay. Even de Statenvertaling erbij. Erg, heel erg. Ik vind die Amerikaanse website van de King James vind ik iets. Ja, er zit wel een beetje reclame in. Maar hebben deze jongens ook. Ja, ha 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 ha. Oké, okay, Romeinen 1. Jezus, staat dit er allemaal, zeg. Nou, ik ga hem even. Poeh, man. Wat heavy. Dit kan ik niet. Even. Jörg Liesman bij nodig, hoor. Gaat-ie. Paul, a servant of Jesus Christ, called an apostle, separated unto the gospel of God. Dus, waar ging het om? Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dan gaat hij even door. Er staat hier dan. Ja, er staat hier ook tussen haakjes. Nou, die sla ik over. Vers 2 doen we even niet. En dan vers 3. Op zijn Engels. Concerning his son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. Op zijn Nederlands. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. Ja, deze man die moet ook stoon geweest zijn. Grapje, 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 grapje.
Nee, deze mensen waren niet staand. Deze mensen waren vriendelijk. Deze mensen, dat waren christenen. En dan pak ik even die hele goeie. Ik zo mooi vind op zijn Engels. Kijk, 12. Oké, even naar onder toe. Blablabla. Kijk, ik duik er eventjes in. Hoor. Pak een hele mooie erbij. Deze vind ik zo mooi. Dit is Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but give place unto wrath. For it is written, vengeance mine. I will repay, saith the Lord. De rest van de Bijbel kan je wat mij betreft in het haardvuur gooien als je in woont in Finland met min 40 graden Celsius. En dit stukje hou je over voor de volgende dag. Is alles zo. Zo mooi. Ik pak hem er even bij in de Statenvertaling. Kijk, wat we hier dan. Moet ik de snelkiezer hebben? Hoofdstuk 12. Ja, oké. En dan vers 19. Hier staat. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Ja, er staat geschreven. Erg bijzonder. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het gaat om het woord. Meer niet. Je hebt het woord en geouwe hoer. En dat kan ook. Ik ben daar erg goed in. Ongeveer 90% van mijn uitzendingen, die gooi ik weg. Of ja, niet echt weggooien, maar dan maak je die flip-flop, RAM-adressen, van trashcan of zo. Dat kost geen energie. Niet dat ik dat allemaal uitprint en dan me de vuilnisman meegeef. Nee, natuurlijk niet. Ik gooi het in de prullenmand. Want het woord dient belangrijk te zijn. Jouw woord ook. Tenzij je van de apen afstamt, dan heb je een heel ander verhaal. Ik vind wel dat al die mensen die van de apen afstammen, dat die dan lid moeten worden, op een of andere manier, dat ze zich kenbaar maken. Want dan ben je L, G, B of T. Dus ben je een orangutang, ben je een chimpansee, ben je een bonobo, of ben je een, wat heb je nog meer? Gorilla, die hebben we nog niet gehad, hè? Gorilla heb je ook nog, ja. Ja, of ben je X, Y, Z, dat je een makaak bent, of zo. Kan ook. Kijk, dan doet je woord er niet toe, hoor. We gaan niet van makaken verwachten dat ze parterre trap achterstevoren uit kunnen spreken. Dat is wel heel ingewikkeld hoor.
parterre trap. En dan het achterste voren zeggen, hè. Hup, in één keer. Om het je even uit te leggen, dat poep, achterste voren, dat heet P-op. Nou, en een parterre trap, hoe heet dat achterste voren? Ja, parterre trap natuurlijk. Het een palindroom. Het woord is goed. Ja, maar ze hebben laatst bommen gegooid op de verkeerde bruiloft in Irak. En vind je dat dan goed, Perry? Nee, dat vind ik helemaal niet goed. Dat is onzin. Ja. En mensen zijn in staat tot het kramen, baren van onzin. Die uitspraak van Ivo Opstelten. Dat is een hele mooie. Ministers liegen niet. Het heeft die man voor de camera gezegd. Ja, ja. Dus hij zegt dat ministers essentieel dus de waarheid spreken. Nou, er zijn tijden geweest dat wij dachten dat zwanen essentieel wit waren. Nou, dat bleek later helemaal niet waar te zijn. Ministers liegen niet. Shit toch weer. Hey, dat is onzin. Dat hoort zo'n man niet te zeggen. En het ging om een smerig zaakje. Ze hadden iemand binnengesluist als secretaris-generaal van justitie. En er was een of andere Hans Garnaal. Joris Demmink. Yeah. En de vraag is wat Joris Demmink nou eigenlijk fout heeft gedaan. Dat zijn ook smeuroperaties geweest. Om die man in een kwaad daglicht te stellen. Daar hebben ze ook van alles mee gedaan. Het is onzin. Ja, en wij mensen doen eraan. Jee, gekkie. Ja, dat komt omdat 98% van de mensen, die weet nog niet of ze van de orang-outangs, dat is een L, hè? Of de gorilla's, dat is een G. Dan heb je de B van bonobo's en de T van chimpansee. Dan heb je LGBT, moet je even kiezen. Ik ben van de chimpansee. Oh, daar ben je, T. Ja, mooi zo. Chimpansees kunnen niet ouwe hoeren, bonobo's ook niet. En orang-outangs, ja, laat maar zitten. En gorilla's al helemaal niet. Weet je dat de esoterici, nu, ik ben over de Bijbel bezig, hè? Dit zijn geen geintjes. Maar de esoterici, bedoel ik dan de, in specifiek de theosofische, de stichting Isis. En niet de theosofische vereniging, want die heb je ook hier in Arnhem. En dat zijn een stelletje grijze mutsen met rooibos thee voorziening, tenzij je dat niet lust en dan krijg je witte thee. Of anders een glaasje water. En dan moet je luisteren naar vrouwen. Is ook wel leuk hoor, maar die zijn veel te schattig. Dan heb je die stichting Isis, en die gaat er keihard tegenaan. En die zeggen, ja, kijk, de apen, die stammen af van de mensen. Kijk. Nu gaan we praten. Qua zin, dat
dit voor een atheïst of een andere agnost of een nihilist of iemand die wil graag lijken op André van Duin, maar hij neukt liever geen Marokkaanse jongetjes van 14 jaar en ouder. En wat moet je dan? Ja, maar het is een hoax dat André van Duin betrapt zou zijn. Ja, het zal wel. Maar André van Duin is een sodomiet. Die neukt geen vrouwen. En hij heeft wel seks. Dat je het even weet. Het woord is goed. Op voorwaarde. Mits. Het correct uitgesproken wordt. En onze regering en alles wat maar de baas wil lopen spelen. Stel je van, nou, ja, ik ben van de vereniging der niet werkende. Ik ben toezichthouder. Yo, dus, zo ben ik geboren. En ik kom nu even toezicht houden. En ja, hoe gaat het hier met de toezichthouderij? En kan het eigenlijk wel? Anders dan kom ik echt toezicht houden. Het punt is, wij hebben helemaal geen toezicht nodig. We hebben een social contract nodig voor een bepaalde mate van toezicht. Maar niet te veel. En we hebben af. En politie hebben wij niet nodig. Dat is niet waar. Het komt door het verbod op het dragen van wapens. Dat wordt heel moeilijk gemaakt. En dan houdt iedereen ermee op. Maar waarom hebben we niet allemaal een wapen? Ja, een leuk appje op internet voor militie.nl. Alsof nl.militie.com. Gewoon aanmelden, moet je balloteren, je moet eerst komen schieten, je moet ettelijke weken mee op afschuwelijke weekenden, dat je in klote tentjes loopt te kruipen door smerige veengebieden. Zodat je onzichtbaar bent voor de vijand. En dan word je even getest op je doorzettingsvermogen. Al die crybabies die dan... Wat regent het in de Oostvaarderplassen, zeg. Ja. Ja, en ook voor de oudere militieleden. Die oudere mensen kan je dat niet aandoen. Die hoeven dat niet meer. Maar die moeten wel naar de shish verhuizen. Heel makkelijk hoor, een beetje pief, paf, poef, alles raak schieten en daarna klaverjassen, koffie drinken met Jägermeister. Nee, politie hebben wij niet nodig. Wat we nodig hebben is een aangiftesysteem van misdrijven. Is er wat gebeurd, meld het maar als misdrijf. Dan word je geballoteerd. Je ding. Iedereen kan wel zeggen, het is een misdrijf. Ja, was het wel een misdrijf? Een vrouw. En die heeft een schat van een kind. Vind ik, hè? Die is 2 jaar ouder als mijn kind. Zij kan zo mooi spreken. Heel goed in mijn oren. Een goede stembeheersing. Zij werkt ook in de horeca. Kan ik me goed voorstellen. Die kan dat. Ze werkt in zo'n hele ruige tent. Sterf daar van de non-binnenlanders. Dus niet, hoe zeggen, ja, wil niemand beledigen. Van die oetje, 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 deung, deung muziek. En draait ze dan diensten tot 4 uur 's nachts.
Ja, leuk, hè? Ja, de moeder, man. Die schreeuwt tegen haar. En ik zei tegen die dochter... Vind je dat niet moeilijk? Ja, zei ze. Dat vind ik erg moeilijk. Ik zei, ik kan het me voorstellen. Al die onzin. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Of goed. Het woord is bedoeld zijnde goed te zijn. Daar is het woord voor. Niet voor onzin. Niet voor schreeuwen in. Ik heb vandaag heb ik weer een film zitten kijken. En er wordt zo slecht in gesproken, hè? Er was een scène. En die ene vrouw die lag dan in een ziekenhuis. En een jonge vrouw, dat was dan haar dochter, die komt binnen. En dan die vrouw in het bed en dan zo heel interessant inzoomen. En die oude vrouw in het bed met een zuurstofmasker. En die doet een zuurstofmasker een beetje naar voren en die zegt: waar bleef je nou? Zij zijn op zijn Engels. What? Where have you been? Fout vertaald ook, hè? Wat moet er staan? Waar ben je geweest? Maar wat is dat voor een vraag? De dialoog ging wel goed verder in die zin dat die dochter geen antwoord gaf. En een nieuwe vraag stelde. Ja. Het is geen manier van communiceren. Een vraag met een wedervraag beantwoorden. En bij de firma Netflix en consorten, dat doen ze er stevig aan. Daar hoef je niet te komen voor het woord. Je wordt er ziek van als je erop gaat letten. En ik kan daar wel tegen. Maar ik kan zelfs tegen vrouwen. Dus, ja. Staat hier ook weer. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Kijk. Er is een man geweest. Dat was een Duitser. Maar die had niks te maken met Adolf de vioolspeler. Dat is Adolf Hitler. Van Hitler onder Roef. Dat is Anna Tefka. Ja. Die had er niks mee te maken. Maar die heeft het ook gezegd. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Categorisch imperatief. Dat is moraalfilosofie. Dat is ook zo mooie, de volgende. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Weer dat woord alle. Niet alleen met Piet van de buurman. En die klojo die de hele tijd van die housemuziek loopt te draaien, dat is, dan gaan we even, nee, we houden van alle mensen. Ik hou van alle mensen in mijn portiek, bijvoorbeeld. En niet omdat ze in mijn portiek wonen, maar
Ja, die ken ik. Ja, dan komen we samen binnen en houden we de deur open voor elkaar. En al die mensen, die ken ik hoor. En roddelen, dat doen we ook. Ja, natuurlijk. Roddelen hoort erbij. Is er weer eens ingebroken? Dan ga ik met Cloud overleggen. Hey, Cloud. Moeten we niet een cameraatje gaan installeren? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar bij wijze van spreken. Hè? Goed in de gaten houden. Dus. Ja, ja, ja. En dan die nummer 20. Hè? Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst heeft, zo geeft hem te drinken. Want, ik moet niezen, want dat doende, zult gij kolenvuurs... zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Ja, dit is de remedie. Dit is de remedie voor de samenleving. Er is nou zo'n heel gedoe op internet met... Ik moet weer niezen. Hey! Waar dan weer vandaan komt. Kan geen dingesallergie zijn. Maar nu heb je op internet uitzendingen van ga ik weer. Hey! Ik doe het echt niet elke dag hoor. Over die uitzendingen, dan gaan mensen moeilijk doen over vrouwen. Ja, ik laat even een pauze vallen, want ik moet weer niezen. Mannen die moeilijk doen over vrouwen. Ik denk, wat is dat dan weer voor nieuws? Er staat al in de Bijbel. Dan heb je het over het boek Genesis. Daar staat het in. Ja. Dat heet dan... Ik ga weer om, moet je niet zo. Nou, het is te erg voor woorden. Ah. Ah. Wat is het nou? Is toch een toon van kriebel in mijn neus of zo? Een keer de stofzuiger pakken. Waarin Genesis staat. Dat God. Gezegd. Ja, daar staat het. Er is vijandigheid tussen man en vrouw. Dat zijn nooit mekaars vriendjes geweest. En in mijn optiek komt dat door die kutvrouwen. Ja, andere mensen zeggen dan weer. Maar het heeft nooit geboterd tussen man en vrouw. Het is altijd een strijd geweest. En die vrouwen, die kunnen er ook wat van, hè? En hebben ze dan ook op het internet van, ja, die moeten de rassen bij de rassen. Heet dan racialistisch of rasrealistisch. De blanken bij de blanken en de negers bij de negers. En de bonenvreters bij de bonenvreters. Ja, en ik ga bij de bonenvreters zitten.
Ik eet graag bonen. De wetbacks, dat vind ik ook niet erg. Een beetje werken. Hebben ze van die lekkere Mexicaanse, hoe zeg je? Die ronde dingen. Weet ik, ik bedoel niet vrouwen. Ik weet het weer. Marmotten. Lekker man. Een halve marmot, nou, dan zit je helemaal vol. Hoor. Dus ik geloof dat niet, hè? Zo'n die rassenscheiding. Ik denk wel dat het belangrijk is dat iedereen een beetje zijn eigen gang mag gaan. Al die mensen die ritueel willen slachten of whatever, ja, doe het lekker in je eigen dorp. En nodig onze dochters uit. Mag je ze neuken? Ja, dat wisten jullie niet. Nee, maar zo gaat het dus. Het zijn archetypen der mensen. Wij mensen hebben, ik kan zeggen door God, ik zeg door God. Je hebt een manier van denken van nature. En dat werkt in beelden, symbolen. Die archetypen zitten erin. Mijn dochter, als je thuis zou komen met een neger, ik zou tegen die vent precies hetzelfde zeggen als tegen een andere mogelijke schoonzoon. Namelijk, hey klootzak, wat doe je met mijn dochter? En als zo'n schoonzoon daar niet tegen kan, ja, dan moet hij maar oprotten. Ja, niet heus natuurlijk. Maar... ik heb helemaal een beetje respect voor iemand die het aandurft om met mijn dochter om te gaan. Ik zou die negen wel af en toe even van, gaat alles nog goed? Heb je nog geld nodig? Maar het gaat over mijn dochter. Die is ook al 19. Nou, bijna 19. Dat is leuk bedoeld. Nou, ik snap het wel, hoor. Mijn dochter, die had een Turks vriendje. Een heel leuk kereltje. En toen had ze zo'n Aziatische spring in het veld. Die vond ik ook wel leuk, maar dat was allemaal niet serieus. Die waren slechts op bezoek. En ik kijk ze op mijn klok, hè. Van, ja, hoe laat is het vandaag? Ik zie je helemaal puberteit. Is het niet de tijd voor een vriendje? Hoor? Nee, dat waren ze allemaal niet. Nou, toen werd het een Hollandse slungel. Een hele goeie. Die heeft ze nog gedumpt ook. Ha, 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 ha. Sukkel van een dochter. Een sukkel is een normale Nederlandse achternaam, hoor. Dus dat is helemaal geen scheldwoord. Ja, voor mij heeft mijn dochter met elke ras thuis mogen komen. I don't care. Toch geloof ik wel dat het makkelijk is dat rassen... dat je elkaar opzoekt. Dat je een klik hebt. Dus ook het probleem dat je gaat, als je intergenerationeel gaat wippen de wippen, trouwen betekent dat. Dus tussen generaties gaat tegenaan. Dat wordt moeilijk hoor. Want je hebt een andere, ja, je hebt een ander karma. Je deelt bepaalde dingen niet. Dus, mijn generatie, dat is een generatie van George Baker. En Anita Meijer. Wat meer? Die... De glimlach van een kind doet je beseffen
dat je leeft. De glimlach van een kind. Eigenlijk weer, zijn dochter die... Lalalala. Hij Wim T. Schippers. Chef van Oekom natuurlijk. De sekspistolen. Van de kokkela. En de Stranglers. En de Texas Chainsaw Massacre. Dat is mijn generatie. James Bond en zo. Was ik 12 en dan kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn tante Irene, dat is de oudste zus van mijn vader, mijn overleden vader. Kreeg ik een bioscoopkaart, dinges. Ik mocht mee naar de bioscoop. En zij zou voor mij betalen en ook voor de cola. En ik was 12 of 13. En die film was voor 14 jaar en ouder. Of iets anders. Je had dan ook 12 jaar en ouder. Ja, ik was te jong. Oh, wat een leuke film. Geweldige lachen. Dat mijn tante Irene toch tegen me zei van... Wil je wat minder hard lachen? Want ik kan het niet meer verstaan wat ze zeggen. Zoiets. Maar oh, wat had ik te slapen nog. Het is een mooie vorm van onzin, humor. Dat gaat nog ergens over. Kijk, alles wat je hebt meegemaakt in je leven, dat is je karma. Dat is een soort van een kar. Iets wat je meesleept. En je moet het niet meeslepen. Achter je laten. Het is allemaal gebeurd. Niet belangrijk. Belangrijk is dat wat gebeurd is, dat zich dagelijks herhaalt. En dan gaan we praten. Je hebt helemaal geen, je kan wel geen geschiedenisles nodig, moet ik zeggen. Je kan wel luisteren urenlang naar Alan Watts, naar de Royal Institute of International Affairs. En wat die lui wel niet hebben uitgefroten. En dan kan je het wel op zijn rijtje zetten en dan zie je het beest. Maar het beest is er. Dat is al heel lang. Omdat het niet lukt. En het enige wat wij hebben is het woord van God. Als jij je houdt aan de 10 geboden. En je steelt niet en je liegt niet. Je houdt niet liegen, dat staat er ook niet in. Geen valse getuigenis afleggen over uw naaste. Dat staat er letterlijk. Exodus 20. Ja, meer van dat soort dingen. Daar moet je je aan houden. En het woord zal naar je toe komen. In de psychiatrie en in de verkooptechniek, daar wordt dezelfde techniek gehanteerd. En dat heet motiverende gesprekstechniek. Dus wanneer jij als verkoper met iemand spreekt, die is jouw gast, hè, dan zeg je eerst goedendag, meer niet. En die man of vrouw of gezin, die hou je met een scheef oog in de gaten. En dan gaan ze, of ze zien niks, dat kan ook, dan lopen ze weer weg, dan lopen ze maar weg.
Of ze blijven dreutelen. Nou, als ze gaan dreutelen, dan gaan ze in de rondte kijken en vragen zich af waar jij staat. En jij staat er natuurlijk al gelijk naast. Heeft u een vraag? Ja, dat is motiverend. Dat is de kracht van je woord. En in de psychiatrie wordt het ook gebruikt. Er wordt motiverend gesproken. Professioneel dan. Die mensen worden, die patiënten, die mensen moet je zeggen, waarvan iedereen zegt dat ze in de war zijn, maar de vraag is of dat wel waar is. Je moet je positief benaderen. Is dan vers 20 hè, van Romeinen 12. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Stapelen, zou je zeggen. Krijg je vurige kolen op je hoofd. Dus jouw woord telt. En dat woord van mij telt ook op dit moment, als jij begrijpt dat jouw woord telt. Wees een beetje brutaal. Niet te voorzichtig hoor. Het gaat erom dat je de correcte vragen stelt. En een grap, dat mag. En dan weer luisteren. En dat is de kunst van het woord. Dat je luistert. Woorden die je moet vermijden, dat zijn woorden zoals dubbele punt, maar. Dat is de grootste killer. Dan heb je nog de frase, dan heb je ja, comma, maar. Dat is ook een killer. Ook een dooddoener is, mag ik even uitspreken? Ik was aan het woord, dacht ik. Dat is ook waar. En woorden als tenzij zou ik ook niet gebruiken. Mits zou ik ook niet gebruiken. Heb je niet nodig in de conversatie. Een mooi woord, dat is geen woord. Dat woord heet Er is ook een mooi woord en dat heet Kan je wonderen mee verrichten, by the way. Belangrijk is bij de conversatie, het woord heb ik het over, het woord dat in het begin was en dat bij God was en het woord dat was toen dus, dat was God. Dat staat in Johannes 1 vers 1. Dat is de consensus.
En nu aan ons om dat woord weer goed te laten zijn. God te laten zijn. Want het was God. Het was bij God en het was God. Zo was het. Jouw woord, daar heb je niet zoveel tijd voor nodig. Juist als je mensen te snel afkapt, dan gaan ze nog meer. En dan denk je van, ja, heb je nou 3 keer verteld? Ja? En dan grijp je weer in. Moet je niet doen. Nee, normaal niet. Zal iemand laten spreken. En als er echt geen enkele zinnige zin uitkomt. Ja. Zwijgen. Erg belangrijk. En goed blijven luisteren. Want mensen die formuleren woorden, die bedenken ze dan, hè. En ik ga dit zeggen. Dat zit van tevoren in hun hoofd. Hè? Ik ga dit zeggen. Maar ze kunnen er niks aan doen. Dat ze kunnen zeggen wat ze bedacht hebben. Maar hun lichaam, die geeft ook een onderstroom in die woorden. Jij gebruikt woorden als maar en ja maar en ik wilde zeggen en val me niet in de reden en dat soort dingen. Die gebruik jij niet. En zo hou je de communicatie zuiver van jouw kant. En laat die ander maar schreeuwen. Die ander jou in de reden valt, heb je te vroeg gesproken. Misschien moet je, weet ik wel wat, even naar het toilet. Aan zo iemand vragen, wil je een kopje thee? Dat is de kracht van je communicatie. Dat is de kracht van het woord. En een kopje thee, wat kost dat nou? En die rum, die was toch al bijna bedorven. Dus, nou ja, ook maar een scheutje rum erbij, hoor. Dit staat ook in het Oude Testament, over het woord, hè? Er staat een zachtmoedig woord vermindert wrok. Terwijl een hardvochtig woord, dat wekt grimmigheid op. Maar je mag ook zeggen 2 keer wrok, wrok of grimmigheid. Dat klinkt dan leuker. Het is zo. Dat werkt wel. Dat is best een leuk verhaal. Ja, het is helemaal niet leuk, maar het is wel leuk. En dan ga ik afslapen, denk ik. Ja, ik zit al op 4 minuten. Ja, ik moet opschieten. Solzhenitsyn, die heeft een boek geschreven. Nee, meerdere boeken geschreven. Over de Gulag-archipel. En in het einde der dagen van dat kampementen gebeuren. Feestfestijn, vakantieverblijf. Daar hadden ze afgesproken met z'n allen om als de bewaker binnenkwam, om dan gelijk te lachen. Dus dan kwamen ze aan het werk. De ene had hier pijn van en de andere daar pijn van. En dan allemaal een beetje zitten en dan puffen, de puffen, de puff. En als die bewaker binnenkwam, dan ha 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 ha. Ze is echt, er heeft Solzhenitsyn opgeschreven, hoor.
Tenzij ik het verkeerd doorbrief, dat kan ook. En opgeschreven is dat die bewakers, ja, die gingen in eerste instantie vragen aan die gevangenen, zit je me uit te lachen? Nee, zeiden ze dan. We hebben de hele dag heerlijk gewerkt. We zitten eindelijk lekker met z'n allen bij elkaar. We hebben een leuke dag gehad. Ja. Ja, dat is genoeg om wat te lachen te hebben, dacht ik. Of niet? En dat duurde niet lang meer. En dan stortte dat hele kampement gebeuren in elkaar. Want die kampbewakers, die raakten helemaal van de kluts af. Die gingen gekke dingen zeggen tegen die onderofficieren. En die gingen gekke dingen zeggen tegen de officieren. En die gingen gekke dingen zeggen tegen die hoofdofficieren. En iedereen vroeg zich af, ja, hoe houden we dan die slaven in bedwang? Ja, wegwezen ermee. Maar toen kwam Solzhenitsyn vrij. En als het niet precies zo gebeurd is, dan is het nog steeds een goed verhaal. Waarvan ik me kan voorstellen dat het zo gebeurd is. In de tijden dat mannen zoals Solzhenitsyn nog het lef hadden om te lachen en daarover te schrijven. Want het ging toch om het woord, of niet? In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Oh, wat lief dat jullie naar dit woord hebben geluisterd en op het Duits, op zijn Duits, aufs Deutsch, zag ik, tjus. Dat is Hamburgers eigenlijk hoor. En dag lieverds. En dat was Nederlands.